er is alles aan gedaan om zoveel mogelijk veiligheidssystemen in de auto te hebben als mogelijk. Er blijven risico's aan zitten. Aan de andere kant maken die risico's de sport wel heel mooi. In de auto hebben we een rolkoekconstructie van 30 à 40 meter in ijzer. Die is bedoeld om ons te beschermen op het moment dat er een impact is. We hebben veiligheidsriemen. En die zijn eigenlijk bedoeld voor zowel de zijdelingse klappen die je mee kan maken als de voorwaartse klappen. En daarnaast hebben we een helm op. In de auto zitten twee brandblussystemen. We hebben één handblusser bij de navigatorkant. Die is eigenlijk bedoeld voor kleine brandjes bij of jezelf, maar het kan ook wezen bij een andere deelnemer. En een ander brandblussysteem is een groot brandblussysteem wat achter de stoel zit. En die kunnen ook mensen buiten de auto aanzetten die hiervoor opgeleid zijn. En dat betekent eigenlijk dat er binnen in de auto een systeem afgaat, waardoor al het mogelijke brand wat daar aanwezig is, in één klap uit is.